Goedendag, ik ben Steve Bouwman. Ik ben 27 jaar. Ik heb hier mijn eigen tent. Ik heb hem nu 5 jaar. En we zijn lekker bezig. We bouwen aan de toekomst. Nou, ik ben vanmorgen om 4 uur opgestaan. En om vandaag weer de dag te starten. Het is nu 7:15. Wij zijn, 7 uur geopend. Dan, dan kunnen de klanten, voordat ze naar hun werk gaan, kunnen ze alvast een taartje of gebak halen. We hebben net alle Jumbo-artikelen ingepakt en gestickerd. Dat moet voorzien van worden van een barcode en ingrediëntendeclaratie. Daar hebben we nu weer onze bestelling klaarstaan en wij gaan dit nu zo bezorgen bij de Jumbo. We gaan richting het schap en daar gaan we onze producten aanvullen. Wat wij willen, als we ondernemers zijn, is dat altijd alles top, tip-top in orde is. Dat alles super strak is, dat je ook de winkel in kijkt. Kijk, neem maar een kijkje mee. Dat alles even mooi is, dat alles even strak erbij staat. Ik heb hier de weekplanning gemaakt. Hier staat alles opgeschreven wat we elke dag af moeten hebben. Hier staan alle onze grondstoffen opgeslagen. Wat wij gaan doen is, aan de hand van de planning gaan wij opschrijven wat we nodig hebben, wat we moeten bestellen bij de Beko. En hier bestel ik dan, onze grondstoffen die wij gebruiken. Dus dit is een mooie overzichtelijke lijst. Dan kunnen we aanklikken hoeveel we van iedereen wat willen. En dan sturen we het door en dan hebben we morgenochtend voor 6:30 hebben wij de bestelling van de Beko binnen. Ja, ik wil graag die bij je. Wilt u die warm? Graag. Ja, ga ik die even voor u warm maken. Op 3:20 maakt u het in. Dankjewel. Nou, ik heb jullie net een beetje laten zien hoe het in de winkel gaat, in de bakkerij en hoe het ondernemerschap in elkaar zit. Daarbij zit ook een aspect van de administratie en de boekhouding. Wij doen elke week de facturen maken voor de klanten en daarbij zit ook nog thuis. Dat doe ik niet hier op de zaak, maar dat doe ik thuis. Dat doe ik ook administratie, personeel en klanten en dat soort aspecten. Zo, we zijn aan het einde van de dag gekomen. We hebben lekker veel verkocht, blije klanten. Ja, en aan het einde van de dag doen we altijd alles schoonmaken, opruimen en we doen ook altijd de kassa. En dat hoort er ook bij, om het de kassa te tellen, om de omzet erbij te doen. En dat alles ook netjes weer, net zoals bij de administratie, dat ook allemaal weer verwerkt kan worden.